Het project om de Walkade in Nijmegen om te toveren in een park aan het water ligt op schema. Vlak voor de kerstvakantie is het verplaatsen van kabels afgerond. En ook zijn de nieuwe terrassen aangelegd en bijna opgeleverd. Komende maandag wordt er begonnen met het verlagen van de kade. Op de plek waar nu het kunstwerk staat, aan het begin van de Lindenberghaven, zal de kade 4 meter lager komen te liggen. Als deze grote werkzaamheden afgerond zijn, is het waterfront aan de beurt, waar trappen naar het water zullen leiden. Als het project op schema blijft, zal het in juni afgerond zijn, net op tijd voor de vierdaagse feesten.